heeft aanbevelingen. Heeft de commissie hier. Het transformeren van de medische staf in een vast medisch team. Met aan het hoofd een medisch manager. Met enige afstandelijkheid. De medisch manager is juist ook verantwoordelijk voor de whereabout-informatie van de renner. Het intensiveren van toezicht en controle op de uitvoering van de begeleiding op medisch en trainingsgebied. Het frequenter uitvoeren van bedrijfsmatige gezondheidscontroles en dopingcontroles. Veel van de, of eigenlijk alle controles, die staan in het teken wel van gezondheid, maar niet in het teken van doping. Vergelijkbaar eigenlijk met Arbo-maatregelen. Dan het proces wat tot de crisis heeft geleid. Waarbij de vragen moesten worden beantwoord. Welke feiten liggen er aan de grondslag? Hoe is de besluitvorming geweest, de communicatie? En hebben directie, ploegleiding, hoe hebben die daarin gefunctioneerd? De feiten op een rij. Maart 2006 was er een recorded warning. De informatie over de whereabouts door Rasmussen is te laat ingeleverd. Daar is een procedurefout gemaakt bij de UCI. Die is overigens wel aangerekend als recorded warning. De commissie acht dat onjuist. In april 2007 is er een mist-test van Rasmussen. In juni 2007... Dat gaat dan over de periode 4 tot 29 juni. Eigenlijk de belangrijkste periode. Levert Rasmussen wel de informatie aan dat hij in Mexico is, maar die levert hij te laat aan. Op de 11 juni komt bij de UCI de informatie binnen dat hij van 4 tot 12 juni dat hij in Mexico zou zijn. Met betrekking tot de periode 12 tot 29 juni is door Rasmussen ook een wijziging van de whereabouts ingeleverd waarin die aangeeft niet in Italië te zijn, maar ook in Mexico. Ook die informatie is bij de UCI te laat binnengekomen, namelijk op de 28 juni. Dat is dan ook de reden dat de Deense Bond een controle die zij uitvoerde, overigens in Italië, waar later blijkt dat hij daar eigenlijk wel had moeten zijn, dat daar sprake was van een mist-test. Het is in ieder geval zo dat als je de periode 12 tot 29 als een vergrijp aanmerkt, een tekortkoming, en die leidt tot een recorded warning, dan is dat wel een samenloop met de mist-test in juni op de 21ste. In juni 2007 heeft Rasmussen, die heeft aangegeven dat hij van 27 tot 29 in de Pyreneeën zat. Die is binnengekomen op de 27ste, dacht ik, als ik het even uit mijn hoofd zeg. En bij de UCI. En feitelijk was die onjuist. Hij was te laat en onjuist, omdat Rasmussen van 25 tot 29 in de Pyreneeën vertoefde. De kennis die we daarna hadden, was dat Rasmussen helemaal niet in Mexico is geweest. We hebben even op een rij gezet de overwegingen die zouden kunnen leiden rondom, pak heel even weg, rondom 30 juni, het moment waarop de brief van de UCI bij de ploegleiding bekend werd. Wat of toen de overwegingen tegen en voor waren om Rasmussen in de Tour te laten starten of niet. Wat bekend was, dat was een mail van 24 april tussen Rasmussen en de ploegleiding.